ons doel is echt een beetje met de optredens dat mensen met een big smile naar huis gaan. Onze gitarist die wonen daar Antikraak in de prachtige ambiance van het mooie Gouden Rak hebben we de plaat opgenomen. Ja. Ja, en eerst in een boerderij, Dance of Blinded is daar opgenomen. En Dance ook. Dance the War is Over. En toen op een gegeven moment later hebben we de rest van het album opgenomen. Dat is 100 meter verderop in een villa aan de Gouwe. We hadden een soort tv-ruimte en een soort computerruimte. En dus we hadden alles een beetje ingericht, zeg maar. En die hele sfeer dat je wel altijd met elkaar bent, dat was super vet. En ja, dat was toen wel heel belangrijk. Hè. En het is echt heel erg begonnen met Blinded, wat echt het eerste liedje was wat we schreven. En daar werd gelijk opgepikt door 3FM. En dat is heel bizar eigenlijk. En Dance Wars Over was echt de tweede. En nou ja, met dat nummer is het echt in één keer heel hard gegaan. We hebben toen echt een vergadering met elkaar gehad dat we zeiden, oei, nu, nou ja, het gaat wel goed volgens mij. Misschien moeten we maar meer gaan schrijven. En toen zijn we gewoon heel veel gaan schrijven in Gouden Rak, in die boerderij. Het was druk en we wilden gewoon graag een album maken. Dus ja. Toen wilden we gewoon, we hadden inderdaad een soort van afspraak van we gaan elke woensdag bij elkaar zitten en dan beginnen we gewoon met nieuwe ideeën. En dan de rest van de week heb je dan tijd om dat idee dan uit te werken. En als het niks wordt, wordt het niks. Maar het was wel de bedoeling inderdaad elke week iets nieuws. Hè. Het album was uit en toen eigenlijk de week na hadden we eigenlijk al gepland om weer te gaan schrijven. Maar toen barst het hele circus rond 3FM los, geloof ik. En de zomer is te gek. We gaan in een busje zitten en rijden van festival naar festival. En dat wordt gewoon helemaal top.